het millenniumprobleem. De afgelopen tijd hebben we daar heel wat programma's aan gewijd. Maar vandaag gaan we iets vertellen over de juridische kanten van de zaak. Wij, dat is niet helemaal waar, want we gingen naar een congres in het Okura Hotel, wat georganiseerd was door Euroform. En dat ging over de juridische aspecten van het millenniumprobleem. Allerlei juristen, allerlei mensen uit het bedrijfsleven, die praten over wat het nou betekent. Zijn er al rechtelijke uitspraken? Wat is de aansprakelijkheid? Wat moet je doen om die aansprakelijkheid te ontkomen? Wat gebeurt er als je spullen levert aan anderen? Wat gebeurt er als je spullen geleverd krijgt? Wat moet je doen? Kortom, een heleboel vragen die toch wel van belang zijn. Het congres trok een behoorlijk aantal deelnemers. Die kwamen luisteren hoe dat nou in elkaar zit. We laten u wat van de toespraken zien. En daarna volgen wat interviews met de sprekers over de problematiek dus van de juridische aspecten van het millenniumprobleem. De aansprakelijkheid, de contracten, hoe moet je dat aanpakken? Misschien wat technisch voor de niet-juristen, maar naar ons belang toch van belang voor met name grotere bedrijven, organisaties die veel te maken hebben met apparatuur die millennium gevoelig is. En misschien ook u als consument. Want wie gaat uiteindelijk de rekening betalen? Misschien bent u dat. Wat gebeurt er als het licht werkelijk uitgaat en u niet alleen even de krant niet kunt lezen, maar er bijvoorbeeld dingen fout gaan? Wanneer u in een ziekenhuis komt en de apparatuur niet werkt. Letselschade, zakelijke schade, al dat soort gevolgen kwamen vandaag aan de orde op het congres van Euroforum. We beginnen met de heer Buijs van de ING Bank. Hij zei dat men het redelijk voor elkaar had, maar toch dat de leveranciers hen hadden aangeraden om op 31 december om 12 uur toch de computers even uit en aan te zetten. En dat zou betekenen geen geld, geen flappen tappen. Dus u kunt niet aan de flappen tappen, terecht op dat moment. Met dat laatste balletje zou kunnen gebeuren, de sociale onrust. Ook daarover is vanuit het Millennium Platform wellicht iets gezegd, vanmorgen misschien nog. Hoe zou de Nederlandse bevolking reageren op dingen die fout gaan? In de infrastructuur, in de nutsvoorzieningen, wat iets meer zijn. En wat zou de impact kunnen zijn op onze business en ons zaken doen? Ook daar wordt, zeg ik, in de zijlijn over nagedacht hoe we daarop zouden moeten anticiperen. Maar ook daarvan denk ik dan wel eens, doemdenken hoort daar ook bij. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het is wel degelijk een aspect wat bij ons, je zou kunnen zeggen, in de aandacht zit. Een van de dingen waar we met alle business units over praten is over het volgende. Vanuit corporate is over contingency planning. Er zijn richtlijnen gekomen vanuit de Raad van Bestuur voor ieder lid van de ING groep. Waarin staat, beste vrienden, als dit of dat gebeurt, geef ik aan wat de risico's zijn en hoe u dat denkt op te lossen. Dus wat men moet doen, van ieder bedrijfsonderdeel afzonderlijk, is aan scenario planning. Als dit niet werkt, als dat niet werkt, als dat niet werkt, of dat gaat fout, of dat gaat fout, wat is dan de actie die u gaat nemen? Ik sluit af met twee laatste slides en dat is een paar knelpunten die we hebben. Wat wij merken is de awareness, werk en aanpak in sommige landen. Wat ons opvalt is bijvoorbeeld vanuit de bankomgeving dat Duitsland toch even fors achterloopt bij Nederland. Dan heb ik het over de IT-omgeving. Dat wordt ons ook gecommuniceerd door onze collega's in Duitsland. Ook andere landen, Oost-Europa hoef ik niet eens te noemen. Daar heb je misschien al de meest gruwelijke verhalen over gehoord wat er allemaal fout van gaat. Maar dat is echt, we weten dat dus vanuit onze locaties die we daar hebben. Daar zijn we niet echt gerust op dat dat goed gaat. Omdat je daar ook echt van de openbare infrastructuur en aanverwante zaken sterk afhankelijk bent. En niet alleen van het lokale bankkantoor wat je daar hebt. Dat baart ons echt zorgen, maar daar kunnen we dus heel weinig aan doen als ING groep zelf. Maar het is een aandachtspunt. En zo even al aan de orde, millennium compliant zijn van software van derden. Ik heb net genoemd dat we nog 60, 70 producten hebben, laat ik het zo maar zeggen. Waar we geen zekerheid over hebben, die op onderdelen zeer strategisch zijn voor de werking van onze programmatuur. Waar we nog oplossingen voor moeten creëren. Of misschien de leveranciers zover krijgen dat ik nog doe. Maar we hebben soms het gevoel dat er leveranciers zijn die het totaal laten komen. Ja, en dan houdt het echt op. Dan kun je natuurlijk gaan zitten steggelen omdat ze het wel nog niet moeten doen, maar daar ben je niet mee. Het moet gewoon draaien. Dat is heel simpel. En de ketenproblematiek, die adresseerde ik zojuist al. Als het gaat om de infrastructuur met alles wat er aanhangt, je kunt wel zeggen, nou die software loopt goed, die computer loopt goed. Maar kijk ook even naar wat er allemaal omheen hangt, want je zult het totaal moeten testen.
komt dan niet weg met te zeggen, ik heb brieven geschreven en ik heb geen antwoord gekregen. Ja, want het aardige van dat soort dingen is, kijkt u nou eens hoe een rechter straks in 2001 kijkt als er zo'n procedure is. Ja, dan zit daar een advocaat en u zit daar in de getuigenbank en die advocaat vraagt, goh meneer, wat hebt u nou gedaan? Of mevrouw. Nou, ik heb een brief geschreven aan al mijn leveranciers. Hoeveel brieven hebt u geschreven? Nou, 100. Nou, heel prima, prachtig. Hoeveel antwoorden hebt u gekregen? Nou, 25. Wat hebben die mensen u geantwoord? Nou, de helft zei dat ze niet klaar waren. Wat hebt u toen gedaan? Nou, niks. Wat hebt u met die 75 gedaan die niet geantwoord hebben? Nou, niks. Ik heb ze nog een brief gestuurd. Hebt u daar antwoord op gekregen? Nee, of nog misschien een paar meer. En nou, ik kan zo doorgaan, maar u zult begrijpen dat u een enorm pleefiguur slaat. Om geen andere woorden te gebruiken. En dat de aansprakelijkheid, zowel voor u persoonlijk als voor uw bedrijf, om de hoek ligt. Dus u zult daadwerkelijk dingen moeten gaan doen en ook alternatieven moeten gaan zoeken. En dat is vaak moeilijk. Aan de andere kant, u hebt nog een klein jaar om het in orde te krijgen en ook nog te kunnen testen. En als u van die gelegenheid niet gebruik maakt, dan is het helemaal geen doemdenken om te zeggen dat er dan echt klappen gaan vallen. Dank u wel. Wat denkt u ervan, makelaar en ten opzichte van verzekeraar? Ja, ik heb getracht zoveel mogelijk erop te hameren dat er wel een millennium dossier wordt aangelegd waarin zoveel mogelijk argumenten, activiteiten staan om straks maar aan te voeren. Niet alleen vanuit het verzekeringsoogpunt, maar ook vanaf die punten die niet verzekerd zijn. Dat allemaal in dat dossier komt. En uw opmerking, en ik sluit me aan met Frans van der Putten, alleen maar die brieven schrijven en niet serieus de activiteiten ondernemen. Dan zullen die verzekeraars heel snel doorheen prikken. Dus dat beetje verzekeringsdekking dat er zou zijn, dan krijg je ook tegen je gebruikt. Die zorgplicht die je hebt, die heb je niet goed uitgevoerd. Dus dan ziet het er nog somberder uit. Dank u. Het millenniumprobleem. Ja, daar kun je als bedrijf je druk over maken. Maar er zijn natuurlijk ook rechters en advocaten die er naar kijken. Er zijn een paar uitspraken op dat gebied, maar nog niet veel. Mevrouw Tolen heeft een boekje geschreven en dat heet... 50 vragen over het millenniumprobleem. U bent advocaat? Ja, ik ben advocaat bij Trinité van Doornen en het boekje heb ik geschreven samen met mijn collega Anja Dekhuizen. U bent als het ware zich aan het specialiseren op dat millenniumprobleem en de juridische problemen daarover. Ja, dat klopt. We hebben binnen onze praktijkgroep hebben wij een millenniumgroep opgericht. En we zijn zeer actief, want het millenniumprobleem heeft een aantal juridische aspecten. En die moet je vanuit verschillende disciplines, vanuit juridische ooghoek behandelen. Ik heb vandaag de indruk gekregen dat er qua rechtelijke uitspraken nog niet zoveel is. Er zijn twee uitspraken, geloof ik, die van belang zijn. Welke zijn dat? Ja, in Nederland heb je inderdaad, voor zover wij weten, twee uitspraken. De eerste uitspraak is van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. En die dateert van april van dit jaar. En de tweede uitspraak is mei van dit jaar ook van de president van de rechtbank Amsterdam. Uw conclusie uit die eerste uitspraak was dat vooral die datum van 1 januari 1999 belangrijk is. Dat zou de datum moeten zijn waarop bedrijven die spullen leveren eigenlijk millenniumproof zouden moeten zijn. Ja, dat klopt. De arbiters hebben in die zaak uitgemaakt. Ze hebben letterlijk gezegd, naar 31 december 1999 moet systeem aangepast zijn. Deze leverancier... 31 december 1998. Sorry, alle jaartallen lopen door elkaar. Maar het einde van dit jaar moest deze betreffende leverancier op wie dus werd aangenomen dat hij inderdaad verplicht was tot reparatie. Die moest dan, heeft de rechter gezegd, tijdige aanpassing houdt in dat het deze jaarwisseling klaar moet zijn. Uw boekje is geschreven voor welke doelgroep? Het boek is geschreven voor zowel de juristen als de niet-juristen. We hebben daarom gekozen voor een eenvoudig taalgebruik. En ook de manier waarop het geschreven is, denk ik, is dat het goed toegankelijk is, omdat het in de vorm van die 50 vragen is gegoten. Dus grotere bedrijven of mensen die zich zorgen maken over de aansprakelijkheid, want dat is het belangrijke aspect. Het boekje heet, ik zal het nog een keer noemen, 50 vragen. Het millenniumprobleem. En het behandelt allerlei zaken over aansprakelijkheid en over rechtszaken. Er is nog niet veel zekerheid. Verwacht u dat u het nog druk zult hebben ook na het jaar 2000? Ik verwacht zeker dat wij nog voldoende te doen zullen hebben. Niet alleen over millenniumproblemen, want als advocaat heb je op IT-gebied meer te doen. Maar het millenniumprobleem zal ons nog wel lang bezighouden, verwacht ik. Nog één vraag. Meneer Andriessen zei dat een speciale leveranciersgroep, de VNIT, leveringsvoorwaarden heeft waar vandaag nogal wat kritiek op was. Wat is dat precies?
Nou, het ligt natuurlijk aan vanuit welke kant je staat, maar het zijn leveranciersgerichte voorwaarden. En ja, als je vanuit de gebruiker kijkt, dan zitten daar een aantal dingen in die, waar je dus wel rekening mee moet houden om te kijken of je wel of niet daarop kan beroepen. Nou, dat is een algemene les dus. Kijk bij leveringen vooral of de voorwaarden niet te eenzijdig zijn van de kant van de leverancier, want als gebruiker loop je ook risico. Mevrouw Tolen, dank u wel. Dank u wel. Ik denk dus ook dat het in de milieu, of sorry, in de millenniumproblematiek zo zal gaan. Dat betekent dus dat stel je hebt software of systemen geleverd van voor 95, dan word je geacht het niet millenniumproof gemaakt te hebben, tenzij de afnemer anders bewijst. Andersom, heb je software na 1 januari 95 geleverd, dan zal je geacht worden als leverancier die millenniumproof gemaakt te hebben, tenzij je zelf als leverancier kunt aantonen dat het anders was. En dat hangt natuurlijk ook weer erg af van de toezeggingen die je hebt gedaan en de verwachtingen die je hebt gewekt. En ook natuurlijk van het soort product wat je levert. Kijk, als je een standaard product levert als WordPerfect, dan mag je als afnemer erop rekenen waar eens in de zoveel paar jaar een nieuwe release komt, dat je ook op tijd een release zal krijgen die Millennium Proof is. Maar maak je bijvoorbeeld een alarminstallatie of installaties in de botlek waar dus die grote krakers staan voor de chemische industrie en die geacht worden 10, 20, 30 jaar mee te gaan, dan ligt het natuurlijk heel anders. En u begrijpt dat ook daar de embedded software een grote rol kan spelen. Dus, voorbeeld, ik ben leverancier van software en krijg opdracht maatwerk te maken. Ik krijg dat in 96, lever dan ook. En de opdrachtgever heeft gezegd, ik wil dat als een soort overgangssoftware naar een nieuw product wat gebouwd wordt. En dat gaat maar 3 jaar mee. En ik heb het dan niet millennium proof gemaakt. Dan kan die leverancier daar in beginsel, of de afnemer daar in beginsel, niks van zeggen. Anderzijds heb ik in 93 of 94 software geleverd waarvan ik weet dat die zeker 10 jaar mee zou moeten gaan. En ik heb hem niet millennium proof gemaakt. Dan is het heel goed mogelijk dat de afnemer zegt, dan hang je daarvoor en je moet het alsnog millennium proof maken. Want je wist dat het zo lang mee zou gaan en had je rekening mee moeten houden. Er is net gezegd, je moet als leverancier waarschuwen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je moet proactief werkzaam zijn en eventueel ook recoren. Dat hangt natuurlijk erg van af wat voor soort product je levert. Maar ik denk dat je het in alle gevallen moet zeggen, ook omdat je vaak niet weet waarvoor een product gebruikt wordt. Ik heb één zaak gehad van een product, dat is een software, een heel eenvoudig pakketje, dat bepaalde berekeningen kon controleren in de administratie van bedrijven. En één fabrikant van medicijnen had het gebruikt om te kijken of de receptuur die gebruikt werd, of die wel goed was. Dat is natuurlijk een totaal andere manier van gebruiken. En u zult begrijpen dat als bepaalde rekensommen in een administratie kloppen, is dat heel vervelend, maar niemand gaat dood. Maar als je natuurlijk voor receptuur voor medicijnen gaat gebruiken en de werkzame stof wordt ineens verdubbeld of iets dergelijks, dan gaat het wel mis. Dus u moet als leverancier, en of u nou fabrikant bent of alleen levert, dat maakt niet uit, proactief zijn en waarschuwen en eventueel recoren. En ook daar geldt dus weer zorgen dat er geen onverantwoorde risico's worden genomen. Of als er bepaalde risico's zijn niet te overzien, moet u waarschuwen en aangeven wat er mis kan gaan. Kan die afnemer dan zonder meer achterover zitten en denken, het is wel goed zo? Nee, ook die moet proactief zijn en vragen aan zijn toeleveranciers hoe het zit en maatregelen nemen. En dan moet je er samen, net als bij het roken, wel uit kunnen komen. Dus voor beide geldt, actief zijn, niet achterover zitten. Ik wijs u op een heel recent arrest van de Hoge Raad. Daar ging het over een opdrachtnemer die een opdracht aannam waar een bepaald risico in zat, wat echt een duidelijk risico was. En toen zei die opdrachtnemer, ja, maar ik heb die opdracht gekregen van een bij uitstek ter zake kundige opdrachtgever, dus ik hoef hem daar niet voor te waarschuwen, want dat had hij zelf kunnen zien. Nee, zei de Hoge Raad, als opdrachtnemer heb je de plicht te waarschuwen. En hooguit kan het zo zijn dat als je dan aansprakelijk wordt gehouden en de schade moet voldoen,
dat je een beroep kan doen op eigen schuld van de opdrachtgever, want je had het ook kunnen zien. Maar je blijft in principe zelf aansprakelijk voor wat je gedaan hebt. Nou, welke mogelijkheden heeft de rechter nu om je op te hangen als je het niet goed gedaan hebt? Natuurlijk in eerste plaats de garanties, expliciete garanties. Nu vraagt iedereen natuurlijk in de IT-branche om garanties dat dingen millennium-proof zijn. Ik heb net van mijn verzekeraar te horen gekregen dat als ik in een contract dat niet zet, hij dat niet meer dekt, want dat is een millennium-probleem, zegt hij. Dus u ziet hoe ver dat gaat. Maar je moet zich ook goed realiseren dat garanties nu juist vaak aansprakelijkheidsbeperkingen inhouden. En de man in de straat die zegt, ik krijg zo'n mooie garantie op mijn auto. Nou, dat is de kletskoek, want in principe zegt de wet dat de fabrikant van die auto het goed moet doen. En alles wat niet goed is, moet hij herstellen, respectief de schade vergoeden. Maar garantie houdt nu juist in dat je dat beperkt. En dat is natuurlijk in de software-industrie ook. De garanties houden vaak in dat je 3 tot 6 maanden of iets dergelijks nog gratis fouten kunt herstellen en daarna niet meer. Dus daar zult u naar moeten kijken. Veel verraderlijker zijn de verborgen garanties. Die zitten vaak in toezeggingen, zoals ik u net al zei, van dit is de software you'll never outgrow, dat soort termen, software voor de volgende eeuw. Nou, als dat soort dingen zijn gezegd, vaak in reclamemateriaal of in offertes, dan zijn dat zogenaamde implied warranties, zoals dat in goed Nederlands heet, en kun je daar een beroep op doen. Maar het kan ook in de kwaliteit van het product zitten, de wijze waarop je het gebruikt en de wetenschap daarvan van de leverancier. Daar kunnen allemaal verwachtingen in zitten. Bijvoorbeeld als ik een sprinklerinstallatie gebruik voor een gebouw, dan mag ik ervan uitgaan dat het 10, 20 jaar meegaat. En zal dus de leverancier ervoor moeten zorgen dat die millennium proof is. Dat zit gewoon in de kwaliteit van het product en het is dan een wezenlijk onderdeel van de prestatie die de leverancier moet leveren. Je kunt ook kijken naar de duur van de overeenkomst, het tijdstip van aangaan en de toezeggingen waar ik net al over sprak en de verwachte duur van het gebruik. Een ander punt zou natuurlijk zijn de hoogte van de kosten, want het kan natuurlijk onder omstandigheden zo zijn dat de leverancier van u mag verwachten, zeker als het een oud product is, dat u een nieuw product neemt in plaats van dat het voor enorm veel hogere kosten wordt aangepast. Dus duidelijk is, niet alleen het omslagpunt is bepalend, maar je moet telkens per overeenkomst kijken hoe het zit. Er wordt veel gezegd over de redelijkheid en de billijkheid, maar ik denk dat die niet zo'n rol zal spelen in deze. Onderhoud is een heel belangrijk punt, zeker in de software-industrie, omdat je daarmee, maar ook, vergeet u niet, in de installatiebranche, grote installatiebedrijven die bij u de verwarming doen of grote installaties in fabrikageprocessen bouwen, onderhouden die vaak ook. En daarmee geven ze eigenlijk aan dat door dat onderhoud een verlengde duur van het gebruik mogelijk is, de continuïteit. En dan zul je dus heel goed moeten kijken naar de omschrijving daarvan. Je hebt het zogenaamd correctief onderhoud. Fouten die in het product als zodanig zitten zal ik verbeteren. Is de vraag, is dat, valt het millennium daarover onder? Je hebt ook preventief onderhoud. Ik zal zorgen dat er geen fouten gemaakt of erin zullen zitten. En als ik ze voorzie, zal ik ze maken. Dan zit u al veel dichter bij het millenniumprobleem dan anders. Zijn er nieuwe releases beloofd? Zo ja, per hoeveel tijd? Want als er natuurlijk een nieuwe release komt vlak voor het millennium, ja, dan mag u verwachten dat het millennium proof zijn. Ik verwijs u op een kort geding vonnis van de rechtbank Amsterdam, hier Wedel tegen MNI. Daar is veel over geschreven. Ik denk eerlijk gezegd dat het geen algemene werking heeft. Dat ging om een heel specifiek geval waarbij MNI Wedel in dienst had. En in dienst van MNI had hij software gemaakt, die was niet millennium proof. En op een goed moment ging Wedel voor zichzelf werken. Uit het vonnis blijkt niet of dat min of meer gedwongen was of niet. Maar in ieder geval, hij had kennelijk als begin voor zijn bedrijf meegekregen het onderhoud voor die software. En in dat kader, toen hij dus eenmaal zelfstandig was, zei MNI, ja, nu moet je die software millennium proof gaan maken. En daarvan zei de rechter in kort geding, dus dat is een hele marginale toets, dat hij niet vond dat het millenniumprobleem een gewone bug was in de zin van het contract dat tussen Wedel en MNI was gesloten. En dat zei dat de gewone bugs uit de software door Wedel zouden worden hersteld.
Dus ik denk dat de werking daarvan heel gering zal zijn en dat dat echt nog geen duidelijke lijn geeft over hoe hierover wordt gedacht. Want u moet zo goed indenken dat een rechter niet zozeer in zaken kijkt naar het juridisch gelijk, omdat wij allen weten dat je niet naar de rechter gaat als je een keiharde zaak hebt, dan hoef je niet meestal. Maar dat voor het standpunt van beide partijen is het nodig te zeggen, ook juridisch. En dan gaat er, ik kan het u zeggen, ik ben zelf radio geweest en zit nog regelmatig aan de andere kant van de tafel. Rechters denken vaak heel anders. Die hebben een bepaald juridisch beeld, daar zijn ze helemaal door misvormd. En niet zij alleen, maar alle juristen natuurlijk. En verder kijken ze naar de zaak en dan staan ze onder de douche of zitten ze in de auto. En ineens denken ze, ik ga het zo doen, want dat vind ik het meest redelijk. En dan kunnen ze vervolgens daar ook juridisch handen en voeten aan geven. En ik denk dus dat hier een heel belangrijk punt is geweest, dat die man een kleine zelfstandige was, die nog in dienst van het bedrijf die software heeft gemaakt. En zou die in dienst van dat bedrijf het niet Millennium Proof hebben gemaakt, nog in dienst van het bedrijf zijn, had het bedrijf het zelf ook moeten opknappen en hem daar niet voor aansprakelijk kunnen stellen. En dat als zo'n man dan eenmaal zelfstandig is, vaak met een steuntje in de rug van zo'n bedrijf, het niet redelijk is om hem dan daarvoor op te laten draaien, nou, dat ligt nogal voor de hand. Zeker in het kader van een kort geding. Wel belangrijk is een uitspraak van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, waarin gezegd wordt dat het tijdig Millennium Proof maken betekent dat je voor 1 januari 1999, sorry, dus over een maand, de zaak Millennium Proof moet hebben. Ik vind dat nogal rigoureus en ik denk dat dat voor grote systemen ook misschien wel op zal gaan, maar er zijn natuurlijk legio-systemen waar het prima is als dat ergens in het voorjaar van volgend jaar zal zijn. Dan heb je nog een half jaar om ze uit te testen, te kijken of ze compatibel zijn met andere systemen enzovoort. En heb je ook nog de tijd om wat aan te doen. Dus ik denk dat het nog een rigoureuze uitspraak is, maar hij staat er. En het vervelende is van die zaken dat de rechter steeds meer geneigd is om de branche te volgen. U ziet dat onder andere in de verzekeringsbranche, waar je de Raad van Toezicht hebt op het schadebedrijf. En die doet allerlei uitspraken. En er zijn er al een paar resten van de Hoge Raad, waar de Hoge Raad eigenlijk blind die Raad van Toezicht volgt in zijn uitspraken. En zegt, nou, dat is dan kennelijk de norm die in de branche geldt. En daarlangs ga ik dan ook beslissen. Dus als de eigen branche dit soort normen gaat opleggen, dan moet u gaan oppassen. Want dan is het heel goed mogelijk dat de rechter zegt, nou, als dat kennelijk in de eigen branche geaccepteerd is, dan zal dat de norm zijn. Heel kort nog over outsourcing. Hoeveel tijd heb ik nog, voorzitter? Eigenlijk niet veel meer, maar gaan we nu door. Outsourcing gaat er dus om dat je meestal een eigen systeem hebt, configuratie, en je laat een ander die beheren en eventueel ook verbeteren. Ik denk dat je dan heel goed moet kijken naar de status van de configuratie bij overdracht. En ik denk ook dat er een informatieplicht is van de opdrachtgever. Die moet op dat moment zeggen, want hij kent het systeem, in principe degene die het gaat beheren niet. En hij zal dus moeten zeggen, denk erom, het is al dan niet Millennium Proof. Of in ieder geval moeten zeggen, ik weet het niet, jij moet het onderzoeken. En op dat moment moet je dus ook heel goed vastleggen wie voor waarvoor aansprakelijk is. Ik zelf vind, als het niet Millennium Proof is, je draagt het over, dat je wel van je leverancier kan verwachten dat hij Millennium Proof maakt, als dat kan, maar dat je wel daar de kosten voor zou moeten dragen. Eventueel kan je dan weer verhalen dat je oorspronkelijk leverancier van de configuratie, maar het zijn zaken waar je heel goed op moet letten. En dat hangt natuurlijk erg af van de aard van de opdracht, of je alleen moet beheren of ook moet verbeteren en zaken daarin aan moet brengen. Ik meld nog even kort iets over aansprakelijkheid, want anders loop ik helemaal uit de tijd. En begin dan even met, wat is nou de waarde van zo'n toezegging? Ik kom daar vanmiddag ook nog wel even op terug bij de bestuurdersaansprakelijkheid. Maar stel, ik stuur een brief aan iemand en zegt, waarde toeleverancier wil mij bevestigen dat uw spullen Millennium Proof zijn. Volgende dag ligt er een brief in de bus, meneer, maakt u geen zorgen, het is allemaal 100%. Nou, dan zit u juridisch gebeiteld als het zo gegarandeerd is, want
U kunt daar natuurlijk een beroep op doen. Maar feitelijk weet u helemaal niks. Het geeft dus feitelijk geen enkele zekerheid. En ik denk dat als het voor u echt essentiële zaken zijn voor uw bedrijfsvoering, dat u navraag moet doen. Hoe komt u daarbij? Hebt u dat getest? Hoe hebt u dat getest? Ik krijg brieven van leveranciers van zaken met embedded software. En die zeggen ijskoud, dat is Millennium Proof. Nou, de meeste embedded software kan je helemaal niet testen daarop. Hoe weet men dat dan? Vraag daar naar. Je krijgt ook, wij zijn bezig, u maakt zich geen zorgen, op tijd zullen we klaar zijn, maar we zijn nog bezig. Nou, dan heb je feitelijk nog juridische zekerheid. Dus zorg dan ook voor follow-up en zorg dat je een tijdspad krijgt. Zeg dan tegen die leverancier, goed, u bent bezig, dat doet mij deugd. Maar wanneer bent u klaar, wanneer kan ik gaan testen en hoe moet ik dat verder zien met u? En hou mij op de hoogte. En denk dan ook aan die uitspraak van de geschillencommissie. Als duidelijk is dat het niet Millennium Proof wordt, zul je wat moeten doen. U kunt dan niet blijven zitten en zeggen, nou ja, dan spreek ik hem wel aan als het misgaat. Omdat ik denk dat u dan gepakt wordt op uw plicht uw schade te beperken. En als u dus niks gedaan hebt wat dat betreft, dan zult u een groot deel van de schade niet kunnen verhalen. En vaak krijg je helemaal geen antwoord. En daar mag je natuurlijk helemaal geen genoegen mee nemen. En ik zou menen dat je dan al een alternatief moet gaan zoeken als je een paar keer hebt aangedrongen. Maar let wel, als je dingen gaat doen omdat je meent dat je wederpartij niet op tijd zal zijn, hou hem dan op de hoogte en geef ook telkens aan wat je gaat doen en eventueel ook wat dat gaat kosten. Zodat hij daar in kan grijpen. Je kan zeggen, nee, ik doe het wel, ik kan het goedkoper of iets dergelijks, want anders krijg je na de hand altijd dat soort verhalen. Ik denk zelf dat als het een leverancier is die niet antwoordt of u met een kluit een driek probeert te sturen, dat u het antwoord kunt afdwingen. Ik zelf vind het gaan naar de rechter echt een laatste redmiddel, dan moet je zoveel mogelijk voorkomen. Maar ik denk dat u in kort geding dat antwoord kunt afdwingen. En dan hebt u vrij snel weet u waar aan toe bent. Dus bij twijfel zelf actie. Eerst voorkomen van de ellende en later uitvechten. En zorgen dat u in ieder geval goed zit. En dan kun je later wel kijken hoe dat juridisch zit. En vaak zijn tussenoplossingen mogelijk. Ik heb er al een aantal meegemaakt waar de leverancier zegt, het is niet Millennium Proof. Ik vind dat ik daar ook niet voor aan te spreken ben. En de afnemer zegt, nou, ik vind van wel enzovoort. En dat men daar samen heel goed uitkomt doordat de leverancier het alsnog Millennium Proof maakt, maar tegen gereduceerde tarieven of tegen een vast bedrag wat te overzien is. Dan weet je allebei waar je aan toe bent. Je weet dat het in orde komt en je weet ook wat het je kost. En ik denk dat het verder de voorkeur heeft boven het later uitvechten met alle onzekerheden van dien. Nog even wat over aansprakelijkheidsbeperkingen en dan moet ik echt stoppen, denk ik, voorzitter. Heel veel mensen denken, ja, nou, ik heb al mijn aansprakelijkheid uitgesloten, dat is prachtig, dus ik hoef me niet zoveel zorgen te maken. Niets is minder waar natuurlijk, want naar Nederlands recht kun je op die aansprakelijkheidsbeperkingen geen beroep doen bij opzet of eigen grove schuld. Maar opzettelijk zullen mensen niet gauw dingen verkeerd doen. Dat zou anders kunnen zijn wanneer je natuurlijk nu nog producten in de markt brengt die niet Millennium Proof zijn en je weet dat. Het bekende pseudo-vogelpestarrest, dan hang je. En ik denk zelfs, maar daar kom ik vanmiddag dan op terug, dat de directie van zo'n bedrijf zelf ook grote risico's loopt. Maar het kan natuurlijk ook grove schuld zijn. Als je nu nog niks gedaan hebt en je laat de zaak op zijn beloop, zal de rechter dat al snel een zodanig ernstig falen vinden dat hij zegt, dan kun je geen beroep doen op je eventuele aansprakelijkheidsbeperking. Bij garanties kan dat natuurlijk ook niet. Als je een keiharde garantie geeft, kun je ook niet op je aansprakelijkheidsbeperking beroepen. En vergeet u niet de impliciete garanties. Dat is een heel aardig vonnis van de rechtbank Utrecht. Heel kort, was een bedrijf dat zei, ik heb een bepaald programma, ik wil dat laten vertalen naar een andere computertaal. Een leverancier zei, dat kan ik. Hij had alles keurig uitgesloten, niet met algemene voorwaarden, maar gewoon met een mooi contract ondertekend door beide partijen. En toen bleek dat die leverancier dat specifieke programma niet naar die taal kon vertalen. Die deed natuurlijk een beroep op zijn algemeen, op die uitsluitingen, op die aansprakelijkheidsbeperkingen. Nee, zei de rechtbank, dat is zo'n wezenlijk onderdeel van wat je moest presteren. Als je dat dan niet kan, dan hang je
en kun je niet beroepen op je aansprakelijkheidsbeperking. En dat bedrijf werd dus voor het volle pond aansprakelijk gehouden. En ik denk dus dat als je naar de wijze waarop de rechter naar dit soort problemen kijkt, dan gaat het toch bij die rechter er vaak om, doet dat systeem het of doet het dat niet? En als het door het millenniumprobleem echt helemaal niet meer doet, nou, dan heb je al gauw een falen dat zo ernstig is, hè, dus dat de rechter zegt, dat is zo'n essentieel deel van je prestatie die niet meer deugt, je kunt je niet meer op je aansprakelijkheidsbeperkingen beroepen. En ten opzichte van derde denk ik dat je je niet snel kunt beroepen op overmacht. Ik bedoel daarmee, als ik spullen gebruik, bijvoorbeeld als ziekenhuis, die niet millenniumproof zijn en een patiënt leidt daardoor schade, dan kan ik niet zeggen, ja, dat is overmacht, want ik wist ook niet of dat het niet millenniumproof was of het is niet mijn machine die gebruikt is. Nou, u zit dan al gauw natuurlijk ook in de productaansprakelijkheid als fabrikant, dat hoef ik u niet te zeggen. Maar in zijn algemeenheid, als het niet om letselschade, dat soort dingen gaat, is het nog maar de vraag of derden dan ook de fabrikant kunnen aanspreken. Nou, heel kort nog kun je het ontlopen. Ja, ik steel maar telkens een minuutje. Dan hou ik echt op. Kun je het ontlopen? Sommigen zeggen, nou, je kunt het ontlopen door al je licenties op te zeggen, al je onderhoudsovereenkomsten, de outsourcingovereenkomsten. Dat is juist op zich in principe. Je kunt natuurlijk zeggen, nou, ik hou ermee op. Zeker als het contract dat toelaat. Alleen, ik denk dat de redelijkheid en de billijkheid daar wel een hele belangrijke rol gaat spelen. En dat je alleen daarmee wegkomt wanneer je dat zo tijdig doet, dat je afnemer nog een alternatief kan vinden. Maar heb je dus bijvoorbeeld een mooi maatwerkprogramma geleverd en zeg je nu, nou, ik zeg het onderhoud op. En duidelijk is dat in een tussen nu en 2000 de afnemer niet terecht kan bij een ander, dan hang je. Dan zal de rechter zeggen, nee meneer, die vlieger gaat niet op. Zo kunt u niet aan uw verplichtingen ontlopen. Een andere cliënt hoorde ik zeggen, nou, ik neem dubbele BV's. Ik breng al mijn oude licentiecontracten en dat soort zaken onder in een 1 BV. En alle goede dingen doe ik in een nieuwe BV en laat ik die oude wel klappen. Nou, dat zou kunnen. Ik denk alleen dat als de rechter erachter komt dat je dat op die manier gedaan hebt, dat hij ook de nieuwe BV al snel mede aansprakelijk zal achten. En in ieder geval denk ik dat de directie grote problemen krijgt. Die zal persoonlijk al snel aansprakelijk gehouden worden als je dus echt met de pet naar gooit en op die manier probeert de zaak te ontlopen. Minder ver, die staan op 80% met die bewustwording en die inventarisatie is ook wat minder ver, maar daar zit wel een stukje inhaalrace in, omdat natuurlijk in kleine bedrijven gemiddeld het probleem wat makkelijker aan te pakken is. Mocht u meer willen weten van dit rapport, dan is dat uiteraard op te vragen bij ons. Dan naar het Millennium Platform. Er is vorig jaar door de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven besloten dat er een nationale actie moet komen om dit probleem te lijf te gaan. Het Millennium Platform is vorig jaar geïnstalleerd in de zomer, met als hoofdopdracht eigenlijk om als katalysator op te treden in Nederland. Katalysator van bewustwording en ook katalysator van actie. We noemen onszelf ook wel eens botweg gewoon een actiegroep. En de actie is geslaagd als Nederland in Nederland zo min mogelijk lichten uit blijken te gaan. Vitaalt zo'n algemeen mission statement natuurlijk naar een aantal taken. De eerste taak is bewustwording. Daarvan zeggen we, daar gaan we niet te veel tijd aan besteden. Dat is gelukkig in Nederland wel een end op streek. Onze hoofdtaak is bemiddeling tussen betrokkenen. Dat houdt in zorgen dat die organisaties die nog moeten starten, de informatie, de capaciteit, de tools, de hulpmiddelen hebben om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Maar het blijft natuurlijk ieders eigen verantwoordelijkheid om het uiteindelijk aan te pakken. En tenslotte het bewaken van de voortgang. Door voortdurend in allerlei sectoren te meten hoe de vlag ervoor hangt en dat vervolgens openlijk te publiceren, hopen we dus een effect te creëren dat degenen die achterlopen in de rij, dat die proberen terug te komen in de eerste linies en op basis daarvan plannen we onze acties. Het grove organisatieplaatje, u ziet bovenaan VNO-NCW en MKB Nederland ter linkerzijde staan voor de private sector en de rechts, de Raad van Ministers, ministerraad. Dat zijn feitelijk de opdrachtgevers van het Millennium Platform. We worden nog wel eens verward met het project Bureau Millennium Overheid aan de rechterkant. Dat bureau heeft hoofdzakelijk de opdracht om de interne automatiseringsvraagstukken binnen de overheid zelf in al zijn gelaagdheden aan te pakken. En heeft dus niet zozeer een externe taak. En wij hebben een algemene taak voor de
in het BVNN. Linksonder zit u een aantal werkgroepen genoemd. We hebben een achttal werkgroepen op de verschillende domeinen geformeerd van het millenniumvraagstuk. En het doel van die werkgroepen is dat zij helpen om de informatie rond die thema's om die naar buiten te brengen. Dat doen we door middel van brochures en internet en callcenters en dergelijke. En daar waar onze zeg maar, eerste lijnse zorg er niet uitkomt, dienen de werkgroepen ook als achtergrond om specifieke vragen op te lossen. Je ziet dus ook dat er een juridische werkgroep is met een 15-tal juristen uit allerlei omgevingen, zowel overheid als private sector, om vragen te kunnen beantwoorden en advies te kunnen geven. Je ziet aan de rechterkant onder het bordje subplatforms. We hebben gemerkt dat in een hoop wat wij noemen vitale sectoren de organisatiegraad betrekkelijk gering is. En toch zijn die vitale sectoren natuurlijk van belang om de zaak in Nederland in de lucht te houden. Om die reden zijn er een aantal subplatforms gevormd samen met de overheid op de belangrijkste vitale sectoren die Nederland kent, met in wezen dezelfde taak ongeveer als het Nationale Millennium Platform, maar dan om sectorspecifiek acties te ondernemen. Ik kom er zo nog even op terug. De hoofdgroepen die bereikt moeten worden zijn natuurlijk het grote bedrijfsleven in eerste zin. Nou, daar doet het platform niet zoveel aan. Die kunnen hun eigen broek meestal uitstekend ophouden. Sterker nog andersom, wij tappen de grotere bedrijven vaak af met hun informatie. Veel projectleiders nemen deel aan werkgroepen van het platform om hun kennis ter beschikking te stellen van andere groepen. De belangrijkste groep voor ons is feitelijk die vitale sectoren. Als het mis zou gaan met die vitale sectoren, dan geeft dat natuurlijk een gigantische terugslag op Nederland. Het lastige daarvan is, wat ik al eerder aangaf, er zijn vaak geen eenduidige verantwoordelijkheden aan te wijzen voor die sectoren. We hebben binnen die sectoren energie en communicatie als zeg maar, super vitaal aangewezen. U kunt zich voorstellen, als elektriciteit om een of andere reden zal hikken, dan kunnen alle andere vitale sectoren nog zo vitaal zijn, maar die kunnen dan hun werk niet meer doen. En bijna hetzelfde geldt voor communicatie. Niet meer bellen, niet meer faxen, geen media die zouden functioneren omdat wellicht satellieten zouden kunnen afvallen. U kunt zich voorstellen dat we dan in een communicatie gap vallen die we sinds de middeleeuwen bijna niet meer hebben meegemaakt. Onze stelling is overigens ook, en dat is misschien nog interessant voor u als u het vanuit de juridische kant benadert, dat deze vitale sectoren een eigen informatieplicht hebben die overigens niet wettelijk is, maar tenminste een morele plicht is aan hun afnemers. Immers, het is toch duidelijk dat energiecentrales zelf zullen moeten aangeven aan hun afnemers of we kunnen rekenen op die stroomvoorziening. We vragen geen 100% garantie, dat zullen ze ook nooit kunnen geven. Maar er moeten wel uitingen komen waaruit duidelijk is of die stroomvoorziening inderdaad niet zal haperen. Immers het alternatief dat iedereen toch zijn eigen generator gaat kopen, we horen al dat soort geluiden in Amerika, is natuurlijk in Nederland absoluut geen alternatief. En als dat geen alternatief is, dan moet de elektriciteitssector dus functioneren. En moet de elektriciteitssector als voorbeeld ook communiceren om daarmee paniek bij de achterban te voorkomen. En pas als we weten hoe die vitale sectoren functioneren en we hopen dat die begin volgend jaar daarover gaan communiceren, pas dan kan je in redelijke wijze voor die sectoren die niet goed functioneren, noodplannen naar buiten gaan brengen. De overheid zelf is natuurlijk een buitengewoon belangrijke schakel. Allereerst voor zijn interne automatisering, dat zal natuurlijk op orde moeten zijn, maar niet in de laatste plaats natuurlijk vanwege de toezichthoudende rol naar allerlei maatschappelijke processen en dan met name weer die toezichthouding op een aantal van die vitale sectoren. Het is frappant dat in een aantal van die sectoren, neem de financiële sector, de toezichthouding uitstekend al sinds bijna de middeleeuwen is geregeld. We zijn erg zuinig op onze centjes als goedkoopman. En de Nederlandse bank die controleert onze centjes bij de commerciële banken. En nee, is ook buitengewoon actief op het gebied van millennium. Maar in minstens even vitale sector als de elektriciteitssector, daar bestaat nauwelijks een echte toezichthouding op of die elektriciteit inderdaad wel uit de geprivatiseerde energieproducenten en distributiebedrijven komt. Dus het probleem in bepaalde delen van de zorgsector, dan willen we pas daarover specifieke publieksinformatie geven. Gaan we nu al in dit stadium publieksinformatie geven, dan zijn we bang dat het te veel tot paniek gaat leiden, omdat je feitelijk nog niet weet waar het in Nederland zou kunnen stagneren. Wat wij aanzien komen is dat rond de jaarwisseling, 1 januari, dat wordt ook geadviseerd door bedrijven als Gartner, maar we zien het ook bij een aantal grote organisaties al, dat we toch een soort waakvlamperiode ingaan. Veel organisaties proberen dan hun belangrijkste processen, hetzij stil te leggen, hetzij op een minimumniveau te laten draaien, met extra personeel aanwezig en mensen die niet nodig zijn, zoveel mogelijk naar huis.
En dan gaan we maar weer zachtjes opstarten in 2000. We hebben de nodige tools ontwikkeld, zoals u hier ziet. Ik zal niet op al die dingen ingaan. Maar het belangrijk punt is dat wij heel veel pilots hebben gedaan in vitale sectoren en in kleinere organisaties. En die pilots, rapporten, die zijn overigens voor iedereen beschikbaar die ze zou willen hebben. Die dienen ervoor om in een specifieke branche tot actie aan te zetten en ook gemeenschappelijke acties te ontplooien, bijvoorbeeld binnen bepaalde sectoren. Het is natuurlijk zo, als je een pilot doet in het ene ziekenhuis en je merkt dat bepaalde apparatuur niet werkt, dat je in een ander ziekenhuis waarschijnlijk dezelfde situatie ongeveer zal aantreffen. En dat heeft er onder andere in de zorgsector toe geleid dat men gemeenschappelijk leveranciers van bepaalde medische producten gaat benaderen. Een belangrijk onderwerp misschien ook voor uw discussie vandaag is het derde blokje van onder, de Millennium Label en de Erecode 2000. We hebben een paar maanden geleden een zogenaamd Millennium Label ingevoerd, waarmee een producent van een product kan aangeven of dat product Millennium bestendig is. Daar moet je nog wel de nodige vraagtekens achter zetten, want wat is nou Millennium bestendigheid? We hanteren de Britse standaarddefinitie daarvoor in algemene zin. Maar je moet bij ieder productje toch afvragen, dat product kan wel stand-alone functioneren, maar functioneert het ook als je het in een groter systeem opneemt. Via dat label kan iedere leverancier aangeven hoe voor zijn product er vlag, de vlag erbij hangt. Inmiddels hebben we ongeveer 400 bedrijven in Nederland dat label in gebruik genomen en we verwachten dat we de komende maanden steeds meer naar buiten zien treden. Een ander onderwerp is de Erecode 2000. Wat in Engeland is ingevoerd is de zogenaamde Pledge 2000, waarvan dit dan een Nederlandse vertaling is. De Pledge 2000 houdt in dat een organisatie aangeeft dat hij vrijwillig de informatie beschikbaar zal stellen aan afnemers rond zijn producten, dat hij het maximale zal doen om zijn afnemers te informeren en dat hij ook zoveel mogelijk zal vermijden om juridische procedures aan te spannen. Die eercode heeft in Engeland tot nu toe goed gewerkt. In 2-3 maanden hebben zo'n 700 grote bedrijven, inclusief de overheid, hebben die Pledge 2000 ondertekend, waardoor men hoopt te bereiken dat er een sfeer van openheid ontstaat, van samenwerking, in plaats van uit angst om open te zijn met alle juridische gevolgen van dien de zaken gesloten houden. Wij vinden het van belang dat die openheid ook in Nederland ontstaat. We zijn van plan die Erecode 2000 in Nederland in te voeren. Je moet er helaas bij zeggen dat de overheid nogal aarzelt op dit moment of ze daarin mee wil gaan, door allerlei juridische zaken hieromheen aan. En we hopen dat ook de overheid in Nederland die stap wil nemen, want daar zou waarschijnlijk toch wel een positieve werking van uit kunnen gaan. Nog een paar woorden over de internationale situatie en dan wil ik afronden. Er zijn een aantal landen, zo'n bandbreedte van 10 tot 15, behoorlijk actief. Met name valt op dat de Engelstalige landen zeer actief zijn wereldwijd. Scandinavië en Nederland wordt ook tot de voorlopende landen gerekend. In Azië zien we dat met name de stadstaten Singapore en Hongkong en Zuid-Korea en ook Japan actief zijn, maar veel andere landen moeten feitelijk nog beginnen. Overigens is dat een van de redenen waarom de heer Timmer naar Indonesië is gegaan om daar ook de nodige informatie over te dragen. Het is natuurlijk van uiterst groot belang voor een samenhangende wereld dat ook die landen nu actief aan de gang gaan. Het is opvallend vanuit Nederland gezien dat landen ten oosten van ons, inclusief Duitsland, en ten zuiden van ons, te beginnen in België, dat die nog zeer mondjesmaat actief zijn en er zijn ook nog geen nationale activiteiten ondernomen. In het algemeen wordt het in die landen overgelaten aan het bedrijfsleven om met oplossingen te komen. En we doen het nodige via de Europese Commissie en de raden die er allemaal zijn op ministerniveau om ook andere landen actief te krijgen. Internationale sectoren zijn er een paar die natuurlijk super cruciaal zijn. Ik heb ze met kleuren aangegeven. Op dit moment zijn we nogal bezorgd over de energie- en de transportsector, met name het luchtvervoer. Het blijkt dat de air traffic control systemen in heel veel landen niet in orde zijn. Er komen steeds meer berichten, zowel van KLM als ook van Air France recentelijk, dat we toch met een gestoord vliegverkeer rond die periode voor een aantal weken, dan wel maanden, rekening zullen moeten houden. In de communicatiesfeer, daar moet het nodige gebeuren. Inmiddels wordt dat wel opgepakt door een paar internationale organisaties die daarmee bezig zijn. En het financiële verkeer is eigenlijk de enige sector wereldwijd die niet alleen landelijk via de Nederlandse bank, maar ook Europees en wereldwijd zeer goed georganiseerd en zeer gestructureerd aan de slag is. Maar ook voor hen geldt natuurlijk dat ze weer afhankelijk zijn van andere sectoren als energie en elektriciteit of de financiële sector goed functioneert. Wat helaas opvalt is dat de Europese Commissie en allerlei internationale organisaties
maar zeer lauw actief aan het worden zijn. Het begint wel een beetje te komen, maar feitelijk veel te laat. Er gaat geen enkele trekfunctie van al het soort internationale gremia uit om de zaken tot oplossing te brengen, helaas. Tot slot, de tijd dringt absoluut. En nog steeds is het zo dat mensen zich niet bewust zijn dat die grens keihard is 1 januari 2000. Het is algemeen bekend dat IT-projecten uitlopen. Dit project kan natuurlijk niet uitlopen, althans niet voor de vitale onderdelen van je bedrijfsvoering. Dat de lift naar de eerste verdieping het niet doet, dat zal onze zorg zijn. Maar als de primaire processen van een grote organisatie het niet doen, dan hebben we natuurlijk een groot probleem. En met al die planningen die naar achteren schuiven, zijn we zeer bezorgd. We denken dat iedere organisatie kritisch moet zijn op wat die toegeleverd krijgt. We zien nog dat veel te makkelijk leveranciers zeggen dat die producten millennium bestendig zijn. En dat als de afnemer dat door gaat testen, dat blijkt dat heel veel producten door de mand vallen. We moeten er dik rekening mee houden dat niet alle organisaties gereed zijn. Dat betekent dat vrijwel alle grotere organisaties nu al bezig op hun eigen manier om noodscenario's en noodplannen te maken. Dat kan erop neerkomen dat er volgend jaar extra voorraden ingeslagen worden. Dat kan erop neerkomen dat er U-bochtjes gemaakt worden om bepaalde processen heen, om zeg maar, delen van energiecentrales of anderszins handmatig te kunnen bedienen in noodgevallen. Maar dat betekent wel een heleboel organisatorisch voor het management van betrekken van betrokken organisatie. Ik denk dat het realistisch gaat worden langzamerhand om toch met een internationale economische terugslag rekening te houden. Omdat het domweg statistisch gesproken onmogelijk is dat iedereen nog op tijd klaar is. En dat zal dus de nodige gevolgen hebben. Dat betekent dus ook dat er onconventionele maatregelen nodig zijn. En wij hopen ook, wat ons betreft als platform, dat dit probleem niet gejuridificeerd gaat worden komend jaar. Wij zeggen heel vaak, zorg maar dat de managers en de techneuten in Kamer A tot oplossing komen. En dat parallel daarmee in Kamer B de juristen tot juridische oplossing komen. Maar laat juridische spreekstellen niet de oorzaak zijn van stagnatie om te oplossen. Want dat kunnen we ons niet permitteren. Dus ik hoop dat u daar vanuit uw juridische invalshoek de nodige aandacht aan zou willen besteden. Dank u wel. Het millenniumprobleem. U krijgt er nog last van. En als u erg last krijgt, dan heeft u een advocaat nodig. Vandaag was er een congres over het millenniumprobleem vanuit juridisch oogpunt. Professor Spoor, u bent hoogleraar intellectuele eigendom. Wat heeft u vandaag nog geleerd? Oh, heel veel. In de eerste plaats over de ernst van het probleem. Want het is zo moeilijk voorstelbaar dat de zaak grandioos in het honderd kan lopen op 1 januari 2000. En als je ziet wat de vakmensen die ermee bezig zijn, dan bedoel ik op dit moment niet de juristen, maar de mensen die zelf het probleem moeten oplossen, de informatici, wat die er allemaal aan doen, dan sla je stijl achterover. Ja. Het leek me dat de banken die heel erg druk bezig zijn, toch nog problemen zien. Dus er werd ervoor gezegd dat het toch misschien verstandig was om rond dat moment 31 december om 12 uur toch maar even de computers uit te zetten en een tijdje later weer aan. De banken zagen fantastische problemen waar je helemaal niet aan zou denken. Je zou nooit denken dat een bank vastloopt als de watervoorziening uitvalt. Maar hun computers moeten nog altijd met water gekoeld worden. En als het drinkwater er dus niet is, dan draai je hun computers op een gegeven moment ook niet meer door. En de banken maken zich heel veel zorgen over de situatie in het buitenland, waar men veel minder ver is met het oplossen van de problemen dan bij ons. Een van de problemen die werd aan de orde was, is dat als je een softwareprogramma hebt, wat misschien wel of niet millenniumproof is, en de leverancier wil niet meewerken, mag je dan zelf in zo'n programma gaan aanpassen? Onder omstandigheden mag je zelf in een programma gaan aanpassen. Maar dat is een probleem waar ik zelf een half uur vandaag over heb mogen praten. En ik vind het te ingewikkeld om dat op dit moment samen te vatten. Er zijn situaties waaronder het mag, maar het mag zeker niet zomaar. En het grootste probleem is, je kunt het alleen maar als je in staat bent de zogeheten broncode van het programma in handen te krijgen. En dat valt al niet mee, want leveranciers geven dat helemaal niet graag uit handen. Omdat ze hun eigendom willen beschermen? Omdat ze hun monopoliepositie inderdaad dreigen te riskeren daardoor. Als ze broncode van een programma afstaan, kan een concurrent daarmee heel makkelijk aan de haal gaan. Oké, dat is duidelijk. Daar blijven dus problemen zijn. We zijn er nog niet uit. U krijgt het vast nog druk dit jaar met het millenniumprobleem, of niet? Daar twijfel ik niet aan. Dank u wel.
Een van de mensen die vandaag op dit congres heel duidelijk aan het woord kwam en toch wel een beetje waarschuwend is de heer Van der Putten. U bent advocaat bij? Trinité van Doornen. En daar is een millennium werkgroep op gericht. Dat klopt. Daar zitten een aantal mensen in van verschillende vakgebieden. En op die manier kunnen wij gezamenlijk het hele probleem tackelen. Heeft het zoveel verschillende aspecten? Het heeft zeer veel verschillende aspecten. Het heeft aansprakelijkheidsaspecten. Gewoon het gewone contractuele recht, maar ook intellectuele eigendomsrechten. En er zijn natuurlijk allerlei bijkomende zaken, zoals bestuursrechtelijke vragen en dat soort zaken, die allemaal op verschillende terreinen van het recht zijn en waar je toch specifieke deskundigheid voor moet hebben om die adequaat te kunnen beantwoorden. Uw toon was redelijk waarschuwend. U zei, laat u niet verlies u niet in de gerechtelijke zaken, maar ga vooral aan de gang. Ja, ik vind primair moeten we ervoor zorgen dat we alles in orde hebben. Ik weet dat een hoop mensen nu zeggen, ja, maar wie gaat dat betalen? Dat is een terechte vraag. Alleen ik denk dat je eerst moet zorgen dat het in orde is. Haal het desnoods maar uit je eigen portemonnee. Dan kun je altijd later nog kijken of er reden is om het op iemand anders af te wentelen. Maar wacht je totdat het te laat is, dan is de schade vele, vele malen groter. En zal de rechter ook niet bereid zijn om je tegemoet te komen waar je zelf niks gedaan hebt om de schade te voorkomen. Er was even gesproken over de mogelijkheid dat er uiteindelijk niks gaat gebeuren. En dat we dan toch met z'n allen misschien 20 miljard, maar misschien zelfs nog meer schade hebben geleden in de voorbereiding. Maar stel dat er nu werkelijk dingen fout gaan. Als er bijvoorbeeld niet alleen niet gevlogen wordt, maar Schiphol een paar dagen plat gaan. Daar hebben ontzettend veel burgers gewoon schade van. Taxichauffeurs, winkeltjes. Denkt u dat ze dat ergens kunnen verhalen? Dat zal heel moeilijk worden als het zo'n afgeleide schade is. Omdat natuurlijk eerst uitgemaakt moet worden. Stel Schiphol doet het niet. Waarom doet Schiphol het niet? Ligt het aan de vliegtuigen? Ligt het aan de verkeersleiding? Maar het kan ook heel goed zijn dat andere vliegvelden niet in orde zijn. En dat daarom niet gevlogen kan worden. Want je kan natuurlijk wel naar Schiphol vliegen, maar niet meer weg. En dan is alleen al de vraag, wie moet je nou hebben om die schade te verhalen en aan te spreken? Een hele moeilijke. Daarnaast is het zo dat het op zich misschien wel voorzienbaar is dat als Schiphol niet werkt, dat al deze mensen daar nadeel van zullen hebben. Maar de vraag is of de schade dan in zo direct verband staat met de problemen die er zijn, dat die ook verhaald kan worden. Dus er zit wel schade in de lucht, maar het is maar de vraag of je dat terug kunt krijgen. Want verzekeren blijkt ook al niet zo makkelijk te zijn, hè? Nee, u hebt Warmelink gehoord en die heeft duidelijk uitgelegd dat verzekeraars zich druk bezig zijn om zich te onttrekken aan deze problematiek. Voor zover die al gedekt was, want een groot deel van de schade zal niet gedekt zijn onder de huidige polissen. Maar voor zover dat wel zo is, zijn de verzekeraars zich aan terugtrekken. En kunnen we daar heel weinig soelaas van verwachten. Heel veel mensen hebben de afgelopen weken al een briefje in huis gehad, bijvoorbeeld van Egon. Waarin stond, dit waren de polisvoorwaarden, wij hebben geen grote verantwoordelijkheid. Maar voort zeggen we, u kunt nu verzekering opzeggen, maar dit zijn de voorwaarden voor volgend jaar. Dan komt er in feite op neer dat men zich voor het millennium niet aansprakelijk houdt. Voor de millennium fouten. Dat klopt, dat gaat ook heel ver. En omdat de hele verzekeringsmarkt dat, zij het op allerlei verschillende manieren doet, kun je wel zeggen, ja ik ga weg. Maar dan kan je alleen nog maar terecht bij een andere verzekeraar die in principe hetzelfde doet. Met als gevolg dat je dan natuurlijk van de regen in de drup gaat. De verzekeraars hebben gezamenlijk gezegd, we hebben 1 miljard opzij gezet voor deze schadepost. Wat meer is, jammer. Nou, je moet wel zien dat voor de particulier blijft de zaak zoals die is. Mits de particulier kan aantonen dat hij het nodig heeft gedaan om eventuele schade te voorkomen. Maar voor de catastrofale schades, dus stel nutsbedrijven doen het niet meer, daar is 1 miljard voor neergelegd. Niemand weet hoeveel het zal zijn. En men kan zich heel goed afvragen of deze pot wel genoeg zal blijken. Er werd ook even gesproken over noodwetten. In Amerika zijn wetten gemaakt waarbij bedrijven minder aansprakelijk zijn voor de gevolgen van deze hele millenniumproblematiek dan daarvoor. Dat wordt een barmhartige Samaritaanwet genoemd. Van daardoor kunnen bedrijven wat makkelijker naar hun klanten gaan en zeggen, hé, er is een probleem, we gaan het oplossen. Zou er in Nederland ook zoiets moeten zijn? Nou, ik denk dat er toch de Amerikaanse situatie wel een heel andere is. Omdat men daar elkaar voor veel meer en veel makkelijker aansprakelijk stelt. Wat wel zo is, dat je moet bedenken dat als het werkelijk helemaal misgaat op veel fronten en een hele hoop bedrijven gaan failliet, daar natuurlijk de Nederlandse economie als geheel niet mee gediend is. En dat er dus een zekere beperking aan die aansprakelijkheid aangebracht wordt, is zeer wel voorspelbaar, denkbaar. Even gewoon een praktische vraag. Stel dat je een middelgroot bedrijf bent en je hebt een raad van bestuur.
wat zou die nou in juridisch opzicht moeten doen? Ik neem aan dat ze al een Millennium Taskforce hebben, maar wat moeten ze nou juridisch doen? In uw visie als Vanuit het bestuur misschien moet je zorgen dat er een goede plan de campagne is. Je moet dus analyseren wat de problemen zijn. Je moet zorgen dat die problemen opgelost worden. En dan moet je niet volstaan met te zeggen, nou, Piet zorgt daarvoor, dus dat zal dan wel goed zijn. Nee, en briefjes alleen is niet voldoende? Brief alleen is zeker niet voldoende. Je moet daar ook follow-up aan geven. Bedrijven antwoorden niet op die brieven. Nou, dan zul je ervan uit moeten gaan dat die het niet in orde hebben en dat je hun spullen dus zult moeten vervangen. En je moet er zorgen dat dat plan de campagne ook goed wordt uitgevoerd. Dat zul je maandelijks moeten controleren, zo niet vaker. Verwacht u dat op korte termijn iemand naar de rechter stapt en zegt, mijn leverancier van meet- en regelapparatuur weigert informatie, ik sleep hem voor de rechter in kort geding om te zorgen dat hij met die informatie afkomt? Dat is heel goed denkbaar. Ik denk ook dat een rechter dat zal toewijzen. Alleen het probleem is dat je kan verwachten dat die mensen die niet antwoorden het ook wel niet in orde zullen hebben. En je kunt natuurlijk ook zeggen, en dat is een goedkopere manier tegen zo'n leverancier, meneer, als u mij niet binnen 14 dagen laat weten, dan ga ik mijn eigen weg. En mocht het zo zijn dat ik daardoor schade leid of meer kosten moet maken, dan zal ik u de zijndertijd op u verhalen. Okay. We hadden net even een raad van bestuur. Een kleine ondernemer die wat apparatuur heeft staan, een bakker, die heeft misschien thermostaten, regelapparatuur, een oven die bepaalde dingen doet. Moet zo iemand dan ook naar een advocaat stappen en zeggen, jongens, regel dit eens even voor me? Nou, ik denk dat je niet moet beginnen met de advocaat. In Amerika is het zo dat je bijna alles wordt via juristen gedaan. Wij zijn gelukkig nog niet zo ver en ik zou ook niet willen dat het zo ver komt. Dat is voor de advocatuur niet goed, maar voor Nederland in zijn geheel niet goed. Pas als er nood aan de man is, dan zou ik zeggen moet je naar een advocaat gaan. Nu moet je zorgen dat je problemen technisch opgelost zijn en dat kun je het beste direct met je leveranciers doen. Daar heb je geen advocaten voor nodig, je hoeft het mes ook niet op tafel te zetten. Je moet zorgen dat je daar samen uitkomt. Desnoods moet je een regeling maken dat je het nu maar alvast betaalt en het voorbehoud maakt dat, mocht dat nodig zijn, je alsnog ruzie daarover kan maken. Oké, dit was de heer Van de Putten. Hij is van Trinité van Doorn. Dat is een advocatenkantoor in Amsterdam. Met een zeg maar, specialisatie nu in Millennium of een werkgroep die zich daarover bezighoudt. En het is heel duidelijk. We kunnen het niet negeren. We moeten er wat aan doen. En hoe groter je bent, hoe meer problemen je kunt verwachten. En hoe beter je je aansprakelijkheid moet regelen. Dank u wel. Graag gedaan. Beurt op de zeedijk. Taai, lekker.